Dank u, Jezus. Amen, amen. Laten we ons zelf onderzoeken deze dag. Of wij wel in de Heere zijn. Ik ben vanmorgen zeer ontmoedigd. Toen ik in de kerk kwam, in mijn kamer kwam, zei ik een app. Ik heb toen gebeld. En wat ik meemaakte was vreselijk. Ik kon zien hoe een demon iemand aanviel. Dat was vreselijk. En ik was meteen, ik heb gestreden voor die persoon in mijn kamer vanmorgen. Want ik kan moeilijk naartoe gaan nu. Maar ik heb gestreden in de naam van Jezus. En dan in mijn hoofd zingt het. Het evangelie is een kracht van God. Niet zomaar een woord brengen zoals sommige mensen denken. Zoals sommige van mijn critici denken. Maar sommige mensen hebben er gewoonte van gemaakt om mij te criticeren. En ook via livestream. Maar er is eentje die het doet. En die stuurt me haast elke dag een mail met kritiek. En ik lees die mails niet meer. Ik lees ze niet. Ik heb ze al 2 weken niet gelezen. Laat die maar sturen. Ik lees ze niet. Ik geloof dat Jezus leeft. Amen. Ik geloof in de kracht van zijn woord. En ik weiger ze te lezen. Ik weiger ze te openen. En ik geloof in Jezus, de weg, de waarheid en het leven. En kinderen Gods, deze dingen gaan ons nergens brengen. Wat ons helpt is te geloven. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. O, dank u Jezus. Dank u Jezus. En ik lees uit Leviticus 23. En daar staat geschreven vers 26. Leviticus 23 vers 26. En de Heere sprak tot Mozes. Maar op de 10e van de 7e maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben. Iedere samenkomst is heilig. Want de Heere is er. Hij zegt, waar 2 of meer in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Of niet? Amen. En gij zult u verootmoedigen. En kijk, verootmoedigen heeft veel te maken met bekeren. Bekeren. Het oude leven loslaten. De zonde loslaten. En je wenden tot Jezus. En de Heer een vuuroffer brengen. Daar kom ik straks op terug. Op die dag zult gij geen lei arbeid verrichten. Want het is de verzoendag. De verzoening kan je niet zelf bewerkstelligen. Is genade van de Heer. Dat de Heer aan het kruis voor ons gestorven is. Om voor uw verzoening te doen. Voor het aangezicht van de Heer uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal ik verdelgen uit het midden van zijn volk. En toch willen mensen heel wat dingen doen om hun behoud veilig te stellen. Mensen gaan wetten volgen, mensen gaan regels volgen. Mensen denken, als ik dat doe, word ik behouden. Maar zie je, hij zegt, geen allerlei arbeid doen. Dank u, Jezus. Het is een altoos durende inzetting. Voor al uw geslachten in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen Sabbat zijn. En gij zult u verootmoedigen. Dank u, Jezus. Dit is heel belangrijk. Was belangrijk voor het Joodse volk. Alhoewel maar 3 keer in de Bijbel wordt gepraat over de verzoendag. Over de grote verzoendag wordt geen woord gerept in de Bijbel. Je gaat dat niet vinden. Wat je wel vindt is de verzoendag. Dat 3 keer in de Bijbel en allemaal na elkaar in Leviticus. Leviticus 23, vers 26, 2 keer. En een paar teksten verder nog 1 keer. En toch is het zo belangrijk voor ons om daarbij stil te zijn. In het Nieuwe Testament wordt er met geen woord over gepraat. Waarom niet? Ik denk, omdat deze dag is vervuld in Christus. Hij is degene die voor ons verzoening heeft gebracht.
Die hoge priester, die hierbij betrokken was, die mocht één keer per jaar, op deze dag, op die dag, mocht hij gaan in het heiligdom. Ik zeg heiligdom, het heilige der heiligen. Mocht hij binnengaan om verzoening te brengen voor het volk. Eén keer per jaar. En dat niet door zijn eigen bloed, maar het bloed van bokken. En één bok werd geslacht. En het bloed werd besprengd op het verzoendeksel. En de andere bok legde zijn hand erop en die werd de woestijn ingestuurd. Maar toen kwam onze heiland. En onze heiland wordt genoemd de grote hoge priester. En onze heiland is ook ingegaan in Gods heiligdom voor ons. En niemand kon dat met hem doen of voor hem doen. Niemand kon zijn plaats innemen. Niemand kon hem daarbij helpen. Ook de hoge priester in de tabernakel, niemand kon hem helpen. Hij moest zelf zichzelf in orde maken, zijn gezin in orde maken. En dan mocht hij dienst gaan doen in het heilige der heiligen, één keer per jaar. Hij moest zijn priesterlijke klederen afleggen en zich omringen met hem. Hij moest een kleed aandoen, een witte linnen kleed moest hij doen. En dat is het beeld van gerechtigheid. En zo bracht hij verzoening voor het volk. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Maar onze heiland, hij ging in het heiligdom binnen met zijn eigen bloed. Zijn bloed heeft vergoten op Golgotha. En het bloed van Jezus heeft onschatbare waarde. Zo'n waarde dat wij gereinigd worden van onze zonden door de genade van de Heere. En daarom doet dit mij denken aan het heilig avondmaal. Doet ons denken aan de dood van Jezus. Want het heilig avondmaal gaat over de dood van Jezus. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Laat dat duidelijk zijn voor de gelovigen. Dat als wij het avondmaal nuttigen, wij denken aan de dood van de Heere. Het is niet meer zoiets een formaliteit. Of een godsdienstige plechtigheid. Of hoe je het wil noemen. Het is iets bijzonders. Ons opgedragen door de Heere. Hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En zo dikwijls gij het doet, je denkt aan mijn dood. En zijn dood heeft te maken met zijn bloed dat vloeide op Golgotha. En het bloed van Jezus heeft grote waarde, sterke waarde. En het bloed van Jezus maakt ons bewust van ons behoud. We hebben het niet verdiend, we hebben het niet verdiend. Daarom staat erbij, geenerlei arbeid mocht je verrichten. Geenerlei arbeid mocht je verrichten. Als je het toch deed, werd je uitgeroeid uit het volk. Het is genade. Niemand kan zijn eigen redding kopen. Niemand kan zijn eigen redding bewerkstelligen. En mensen willen zoveel dingen doen, zoveel dingen doen, zoveel dingen doen om maar zeker te zijn dat zij behouden zijn. Mensen weigeren Gods genade aanbod te aanvaarden. Mensen willen daarbij werken en werken en werken en werken. Ze willen het zelf doen. Ze weigeren zich over te geven aan het offer van Jezus. Dat hij voor ons heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Dank u, Jezus. Op die dag mocht men geen enkele arbeid verrichten. Staat de Bijbel, want het was de verzoendag. En het heeft te maken met verzoening tussen ons en God. Door de zonde waren wij vijanden van God. Maar door het bloed van Jezus zijn wij verzoend met de hemelse Vader. En dat is door het bloed van Jezus. Dat is niet door onze eigen werken.
Niet door onze eigen inspanning. Niet door onze godsdienstige rituelen die wij willen doen. De mens wil heel wat rituelen doen om zijn behoudenis te verzekeren. Maar mensen, het is door het offer van Jezus op het kruis van Golgotha. Dank u, Jezus. Bij de verzoening van de hoge priester moeten wij aan bepaalde dingen denken. De eerste verzoening, verootmoediging vond plaats. Er was een vuuroffer, was er. En ze mochten geen enkele arbeid doen. Ze moesten zich volkomen overgeven in de handen van de Heere. Ze moesten vertrouwen dat als die priester daar bezig was, daar in die tabernakel, daar in het Heilige der Heiligen bezig was, één keer per jaar, dat is geweldig. Dan deed hij verzoening voor het volk. En het volk liet zich niet meer kastijden door de leugens van de vijand. En die verzoening is krachtig. Die verzoening door het bloed van Jezus is voor alle zonden die je hebt gedaan voor je tot bekering kwam. En alle zonden die je hebt gedaan na uw bekering. En de Bijbel zegt, indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, in 1 Johannes 1 vers 9, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar het begint bij verootmoediging. En verootmoediging heeft te maken met bekering. Met bekering. Dank u, Jezus. We veranderen. We laten de zonde los. En we gaan op de weg van de heiland. En heel veel kerkmensen zijn niet bekeerd. Zij zoeken bepaalde dingen om te tonen hoe goed ze zijn. Ze drijven op goede werken. Maar ze hebben zich niet bekeerd tot de levende God. Want bekering heeft te maken met je aanvaardt Jezus Christus als Heer. Doch alle die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En je wordt geboren uit God. Je wordt geboren uit God. Niet uit de wil van een mens met zijn eigen dingen. Wat hij denkt, dat moet hij doen. Dat is goed. En daarom zijn er zoveel godsdiensten. Daarom zijn er zoveel stromingen binnen de kerk van Christus. Zoveel stromingen. Want iedereen voegt het zijne aan toe. Om maar te tonen, wij moeten iets doen. Om behouden te zijn. Maar de Heer zegt nadrukkelijk. Het is een sterk woord, vind ik. In Leviticus, geen allerlei arbeid verrichten op die dag. Wie dat doet, wordt uitgeroeid uit het volk. God deelt zijn eer met niemand. Door zijn genade zijn wij behouden. Hij heeft Christus geofferd. Hij heeft hem gegeven voor ons. Hij heeft zijn zoon gegeven. En zijn zoon, onschuldig als hij was, heeft onze zonden op zich genomen. Amen. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Daarom is van belang voor iedereen in Gods koninkrijk dat je weet, wij mogen niets doen voor ons behoud. Het is pure genade. Genade alleen. En veel mensen nu van de kerk hebben moeite met het woord genade. Ze hebben moeite mee. Want men vindt toch, je moet iets doen. Anders werkt het niet. Maar als je de genade van God ontvangt, dan zegt de Bijbel, je neemt Jezus aan als je Heer. En je bent uit God geboren. En als je uit God geboren bent, dat is bijzonder of niet? Je bent anders of niet? Je bent geheel anders of niet? Je bent een nieuwe schepping. Je leven is veranderd, want je bent uit God geboren. Sommigen willen een nieuwe schepping zijn door hun eigen werken. Hun eigen doen. Dit moet je doen, dat moet je doen. Die dag moet je onderhouden. En noem maar op. Enzovoort. Dat moet je eten. Dat moet je kopen. En,
Je moet in de kerk om 9 uur zijn. En andere dingen nog meer. Heel wat dingen die mensen aanhalen. Om hun behoud te verzekeren. Maar mensen, het gaat daar niet om. Het gaat om het offer van Jezus. En wil ik bij u aandringen. Het gaat om het offer van Jezus. Het is puur genade. En ik weet dat vrome geesten dit niet leuk vinden. Want vrome geesten willen godsdienstig zijn. En daarom heb ik de neiging die godsdienstige geest te bestraffen in de naam van Jezus. Ze willen godsdienstig zijn. En ze gaan niet blij zijn met zo'n toespraak waar ik het heb over de genade van de Heer. Het offer dat de Heer volbracht heeft. We mogen niets doen voor ons behoud. Het is pure genade. Genade alleen. Eigen werken voor ons behoud zijn rampzalig. Daarom open je hart. Voor God, dank u Jezus voor deze verzoendag. En verzoendag voor ons heeft te maken met bekering. Heeft te maken met het offer van Jezus. Heeft te maken met ons behoud. Heeft te maken met het leven in de Here. Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus. Daar ben ik zo blij. Het evangelie zegt, het evangelie is een kracht van God. Niet zomaar een prediker van het evangelie. Niet zomaar een woord brengen, maar er is kracht bij. Alleen de kracht van God kan het doen. Je wordt uit God geboren. Daar is de kracht van God voor nodig, of niet? Niet kracht van een mens. Want mensen kunnen dat niet. Mensen doen hun best. Doen heel veel dingen. Maar kunnen dat niet. We hebben nodig de kracht van God in ons leven. Dank u, Jezus. En daarom ik predik vandaag dat wij ons hart openstellen voor de genade van de Heer. Dat wij ons openstellen voor de liefde van de Heer. Dat wij ons hart bewegen. Zeg, Heer, u bent het. U bent het, Heer. Ik kom tot u zoals ik ben. Hebben we vaak gezegd, ik kom tot u zoals ik ben. En toch willen mensen hun eigen dingen doen om hun behoud veilig te stellen. Maar we zijn kinderen Gods. Omdat wij Jezus, de Heer, hebben aanvaard. Omdat wij geloven in het bloed van Jezus. Wij geloven dat Hij de prijs voor ons betaald heeft. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Die hoge priester deed verzoening. Verzoening. Christus. Jezus heeft verzoening voor ons gebracht. Met God. We zijn gereinigd door het bloed van Jezus. In het oude verbond, bij de instelling van die grote verzoendag, waarover zo weinig wordt gepraat in de Bijbel. En ik vroeg me af, waarom wordt er zo weinig over gepraat? Want alles ons wijst naar Jezus Christus. Alles gaat om Jezus Christus. Dank u, Jezus. Hij, de grote hoge priester. Mensen onderschatten het werk dat de Heere, Jezus, op Golgotha heeft volbracht voor ons. En als mensen de ernst doorhebben van die verzoendag, zoals het staat in Leviticus, gaan ze meer nog beseffen van de ernst van het offer dat Jezus Christus gebracht heeft op Golgotha. En dat is heel bijzonder. Daarom moeten kinderen Gods zich overgeven aan de Heere. En wees niet bang dat je anders gaat zijn als mens. Want de Heere maakt je anders. Hij bewerkt in jouw hart die verandering. Je bent uit God geboren. Onze eerste geboorte was uit een mens. De wil van een man. En een vrouw. Maar de bekering
heeft te maken met de wil van God. We zijn uit God geboren. We zijn nieuwe mensen. Door Gods genade en Gods liefde. En ze moesten zich verootmoedigen. Heb ik al gezegd. En de Heer een vuuroffer brengen. En dan vraag ik mij af. Maar heren. Wat heeft dat te betekenen voor ons? Een vuuroffer brengen. Bij de hele ceremonie van die hoge priester werden er 13 offers gebracht. Maar hier wordt genoemd, expliciet, een vuuroffer brengen. En dan besef ik wat er staat in Handelingen 2. Waarin staat, je staat het woord horen. Je komt tot bekering, laat me dat goed lezen. Handelingen 2, je staat het woord horen. Je komt tot bekering en je zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het is krachtig. Krachtig is dat woord. Je zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je zal gedoopt worden met geest en met vuur. En daarom bij die aanraking, die verzoening, is er bij de bekering, maar ook die vuurdoop, wat iedereen nodig heeft. En in onze tijd schenken mensen minder aandacht aan die vuurdoop, aan die doop met geest en met vuur. Dat de Heilige Geest zijn volle inbreng neemt in ons leven. En waarom moet hij dat doen? Waarom ontvangen wij de gave van de Heilige Geest? Omdat wij uit God geboren zijn. God vindt hem erbij nodig. De Heilige Geest, die vuurdoop. Dat wij krachtig worden. In nieuwe tongen spreken. Kunnen profeteren. Dat de andere gaven van de geest in ons leven werken. We hebben dat nodig. Op een krachtige wijze. Die vuurdoop. En iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. Dat je ook die vuurdoop hebt, want je hebt het ontvangen. Gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, staat er in het woord. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dank u, Jezus. Dus je hebt hem. Open je hart. Dat de Heilige Geest in je leven werkt. Je kan de doop in de geest ontvangen. Na je bekering. En als God heeft al de gave ontvangen. Dan zegt de Heer, iedereen kan de doop in de geest ontvangen. Je kan de doop in de geest ontvangen door handoplegging. Je kan de doop in de geest ontvangen door gebed. Door bidden en vasten kan je de doop in de geest ontvangen. Je kan de doop in de geest ontvangen gewoon thuis. Heer, ik bid u, Heer, vul me met uw geest. En de geest kan nederdalen in je leven. Maar feit is, bekering en vuurdoop gaan samen. In de wonderbare naam van Jezus. En steeds meer mensen vinden het niet nodig om de geestesdoop te ontvangen. Veel mensen zijn met andere dingen bezig. Met een ander soort leven bezig. We moeten ons uitstrekken. Dat de Heer ons vult. Dat de zalving van de geest in ons persoonlijk leven is. Natuurlijk willen wij de zalving ook zien in de gemeente. En het is ook zo. Want de Heilige Geest is het middelpunt van de gemeente. Dank u, Jezus. Maar in uw persoonlijk leven, in uw persoonlijk leven, wil hij iets krachtigs doen. Dank u, Jezus. Want we zijn verlost. De Heere heeft die prijs betaald, die losprijs betaald. Die losprijs was nodig voor onze verlossing. Waarvan onze verlossing? Verlossing van de zonde.
verlossing van demonen. Ook. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Daar begrijpt u deze morgen mijn diepe teleurstelling. Toen ik werd geconfronteerd met zo'n geweld van demonen. Toen ik in mijn kamer was en met iemand aan het praten was. En toen die geest bestrafte, toen viel die macht in zijn kamer. En die persoon viel in de kamer. En iemand kwam aan de telefoon. Die zei, die persoon kan niet meer praten. Die hoort, maar kan niet meer praten. Die ligt daar. Begrijp, de droefheid in mijn hart. Want ik breng het evangelie van de verlossing van Jezus Christus. En de verlossing is ook van boze machten in de naam van Jezus. Kinderen, gods, hoeven geen prooi te zijn van de vijand. Maar open ons hart. Dank u, Jezus. Daarom moeten alle kinderen gods snel afrekenen met al de dingen van voorgeslachten. Van het verleden, van voorgeslachten, van slavernijtoestanden, van andere toestanden, met andere hippies die men denkt, het is mijn cultuur. Mensen moeten mee ophouden. En als oma je in haar cultuur, in haar afgoderij een ketting gegeven heeft, weg ermee in de naam van Jezus. Laat de verlossing van Christus krachtig in je leven doordringen. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Want heel veel mensen sukkelen met dingen van het voorgeslacht. Maar ik geloof in de verlossing. Dat als je tot geloof komt, is geweldig. De verzoening is door Christus. De verlossing is door Christus. De bevrijding is door Christus. Het nieuwe leven is door Christus. Dank u, Heer. U kunt uzelf niet verlossen. U kunt uzelf niet bevrijden. U kunt uzelf niet redden. Wat u moet doen is geloven dat God bestaat. Hem met een gehele hart aanvaarden. Allen die hem aangenomen hebben. Allen die hem aanvaard hebben. Alle die hem aangenomen hebben, of niet, heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Waarom kan de Bijbel dat zeggen? Vanwege onze verzoendag. Dat Christus zijn bloed op het kruis, aan het kruis, werd vergoten voor u en mij. Er is kracht. In het bloed van Jezus. Ons behoud is op de zondag, verzoendag van Christus, veilig gesteld. U bent verlost. Gelovige, u bent behouden. U bent een kind van God. Laat me zeggen voor alle gelovigen boven de 70 jaar. U gaat naar de hemel. Dank u, Jezus. Amen. Prijs uw naam. God is goed of niet? En zeer te prijzen. Er is verlossing door het bloed van Jezus. Geef een applaus aan de Heer. Amen. Amen, amen, amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Ik heb de nadruk op Jezus gelegd. Hij is onze verlosser. Hij is onze bevrijding. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Zijn naam is Jezus. Wonderen Jezus. Ik weet nog van mijn oudste vriend in de kerk.
Ooster Eva Lynch. Mijn oudste vriend, jij was voor Stanley Dissels. Wist je dat? Was jij al. Mijn oudste vriend. En telkens als ik met hem ergens was, zong hij. Hij kon vroeger mooi zingen, maar de tand destijds. En dan zong je altijd, o zoete naam, met uw verborgen schatten. Altijd zong je dat over de naam van Jezus. Want Ooster Eva had een rotsvaste vertrouwen in de naam, in Jezus, in de naam van de Heer. Mensen komen met allerlei andere dingen erbij. Allerlei toestanden erbij. Het is om Jezus, zijn naam, zijn bloed dat voor ons vloeide op Golgotha's kruis. Amen. Als u geestelijke ogen zou hebben, u zou al die mensen hier zien. Bloed over ze. Het bloed van Jezus. Dank u, Heiland. Daarom moet geen enkel kind van God toestaan dat een demonie in problemen brengt. Neem je autoriteit in de naam van de Heer. En zeg, laat mij los in de naam van Jezus. Dank u, Heiland. En dit wil ik zeggen, is niet mijn preek. Nog 1 minuut. Dank u, Jezus. Hij is mijn bewaker dat ik niet te lang preek. Maar nog 1 minuut. 1 minuut. Onthoud het goed. Dat is een boze geest. Buiten staat, hier staat. Hij je niets kan aandoen als je een kind van God bent. Hoor je dat? De mensen die aangevallen worden, zijn dingen van voorgeslachten en toestanden. Oké. Wanneer een boze geest zijn macht uitoefent en hij 23 geweren neemt en 58 mensen doodschiet, is wanneer die geest in die mens is gevaren. Dan is hij gevaarlijk. Maar als hij buiten staat, kan hij je niks maken. Maar wij zijn onder het bloed. Wij zijn behouden. En zij die niet onder het bloed, die nog lasten hebben, reken af met alles van het voorgeslacht. Beleid desnoods, wat de Bijbel zegt in Nehemia 9. Beleid de zonde van de voorvaderen. Ook al zijn ze dood, beleid hun zonde. Oké. Reken mee af. Want de boos kan alleen maar iets doen met mensen als hij in die mens gevaren is. Kan hij zijn kwade dingen doen en zijn erge dingen doen? Kan hij in een auto stappen en op mensen inrijden om hen te doden? Als hij in mensen is. Maar kinderen Gods, laten wij geloven dat wij verzoend zijn door het bloed van Jezus. De kracht van zijn bloed. Dank u, Jezus. Geef nog een applaus aan de Heer. Gaan staan, gelovigen. Dank u, Jezus. Zullen we gaan staan. Dank u, Heer. Prijs uw naam. Koning der koningen, Heer der heerscharen. Uw naam, Heer, boven alle naam. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam. Laten we samen bidden. Ik zou mensen naar voren kunnen roepen vandaag. We hebben een avondmaal. We gaan de maaltijd nuttigen zo meteen. We gaan een gezamenlijk gebed doen. En hou 1 persoon vast. 1 persoon vast naast u.
En voor je gaat bidden, zeg aan die persoon die je vasthoudt: ik bid voor je. Ik bid voor je. Ja. Dank u, Jezus. We doen nooit meer, houd twee mensen vast. Maar er heeft niet één persoon om vast te houden. Is er iemand die drie mensen vasthoudt, twee mensen vasthoudt? Kijk daar, een zuster, broeder, nooit meer. Ga daar, achter bij zuster Mavis. Ja, houd die zuster vast, ja. Dank u, Jezus. Prijs uw naam, prijs uw naam. Glorie voor Jezus. Laten we bidden. Zeg, dank u, Jezus. Voor het kostbaar bloed. Voor uw bloed, Heere. Voor uw verzoening. U hebt mij verzoend met de hemelse Vader. Ik sta recht voor de hemelse Vader. Want u hebt mij mijn zonden vergeven. U hebt mij gereinigd, Heere. Zeg, dank u, Jezus. Heer, ik prijs uw naam, Heiland. Dat u in mij een machtig werk begonnen bent. Dat ik mijn leven aan u heb gegeven. Ik heb u aanvaard, Heer, in mijn leven. Zeg, dank u, Heere. Ik prijs uw naam. Ik eer uw naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Amen, amen, amen. Laten we de Heere danken, de Heere prijzen. Dank u, Jezus. We gaan zo meteen met avondmaal beginnen. Amen. Zal de tafel des Heeren beginnen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Als u komt in de samenkomst, open uw hart voor het woord. Eet het woord, eet het woord. Wanneer ik gastpredikers heb, dan eet ik het woord. Ik ben daarom blij om ook onder andere predikers te zijn. Om het woord te horen, het woord te horen. En dan eet ik het woord. Het geloof komt door het horen van het woord van Christus. Dank u, Jezus. Ik ben altijd blij als ik een prediker mag zitten en het woord mag horen. En dan bid ik terwijl ik zit: Heere, laat dit woord over mij komen. Heere, geef mij een woord, Heere. Dank u, Jezus. Ik zit niet in de samenkomst om de voorganger te corrigeren of om dingen te zeggen, kritiek te hebben, zoals sommige van mijn criticasters hebben. En eigenlijk uit een bepaalde hoek is al de derde persoon die mij best het leven heel moeilijk maakt. De derde persoon. De eerste die het deed, kwam in de samenkomst, heeft mij heel wat e-mails, heel wat dingen gestuurd. Had ik ook op een gegeven moment besloten, ik lees ze niet meer ook. Stop ermee. En maar die is nu bij de Heer. Die is nu bij de Heer. En de andere, die was in de samenkomst, maakte het leven ook heel erg moeilijk. Die komt niet meer in de kerk. Die komt weer in, en nu is de andere opgestaan. Het lijkt alsof mijn leven is een aaneenschakeling van zulke mensen. Is de andere opgestaan met zulke dingen. Maar de Heer weet alles. En daarom ik vraag de gelovigen, bid voor mij. De geesten van deze wereld, die willen de dienaar van God aanvallen. Maar bid voor mij, gelovigen. Ik heb de info gevraagd. Ik heb gebed gevraagd van de gelovigen. Ik heb gebedspartners gevraagd. En we vragen alleen maar voor mezelf, maar voor alle oudsten. Ik vraag ook voor de hele gemeente. Maar vooral, maar dit gebed is speciaal voor mij. Maar ik bid ook voor de hele gemeente. Ik bid ook voor alle oudsten, alle leiders, bid u ook. En we geloven dat God bestaat. Hij is waarachtig en zeer te prijzen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja. Want dit is de dag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd.